En loontrekkers dragen per jaar 1 miljard, correctie, SRD bij aan de staatskas van Suriname. Dit op een aantal werkers van 2 miljoen, zegt voorzitter Errol Snijders van de Moederbond. Hij vindt dat Suriname het meest oneerlijke belastingssysteem heeft. De voorzitter geeft aan dat de werkers bereid zijn om belasting af te dragen. Echter, het systeem moet wel eerlijk zijn. Snijders is van mening dat de belastingen geïnd moeten worden bij de multinationals. De goudbedrijven hebben toch belastingvoordelen? Weet je hoeveel geld ze verdienen? Wij zien geen cent van wat de goudbedrijven allemaal maken. Het gaat direct naar het buitenland, weet u dat? Dat is iron, gold en human. Ja toch? Het gaat toch direct weg? Kun je dat hard stellen? Natuurlijk, dat goud blijkt niet hier. Zodra ze hun staven hebben gemaakt, wordt het geëxporteerd. Snijders blijft erbij dat de brokkemang niet de dupe moet worden van de maatregelen die de overheid wenst in te voeren als gevolg van de onderhandelingen met het IMF. De vakbondsman is het ook niet eens met de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de solidariteitsheffing die dit jaar in werking treedt. De werknemer van IM Gold die krijgt misschien per maand, ik noem maar wat, 20.000. Maar hij werkt 12 uur per dag. In weer en wind. Dus as long as the truck is moving, kan hij niet komen om te zeggen, ik ga even. Want hij wordt gecontroleerd. Dus als hij stopt, moet hij verantwoorden waarom hij stopt. De mensen hier in de stad werken 8 uur per dag. 12 uren. Weet u wat het betekent? Truck op en neer te brengen. Weer en wind. Dus wanneer je nu zegt, brede schouders moeten die zware lasten dragen. Dat was niet de bedoeling van die brede schouders. Die brede schouders zijn die grote bedrijven die geen belasting betalen of nauwelijks belasting betalen. Dat zijn die brede schouders. Straks na het journaal in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws gaat presentator Roy Jongevat uitgebreid in op dit onderwerp. Met de gasten Arman Zunder als voorzitter van de PWO, vakbondsleider Errol Snijders en ASFA-voorzitter Wilgo Belkerdijk.